Nu is het moment aangebroken om het verleden voorgoed te vergeten. Jullie zijn de uitverkoren generatie. Buiten onze wereld is er nog een andere wereld waar wij niets van af weten. Zoals vroeger. De film Atlantis gaat over een meisje van 14 jaar... die in de, ja, een soort toekomstige tijd leeft. We weten niet precies wanneer dat is. In een samenleving waarin alles heel goed geordend is... waar alle problemen ook eigenlijk opgelost zijn. Maar met één nadelig punt. Iedereen is verplicht gelukkig. En zij voelt zich daar niet helemaal in thuis. Zij kan niet aan dat soort verplichtingen voldoen. Dus zij moet haar weg zoeken. En in de film gaat het over hoe ze daar langzaam maar zeker achterkomt. Ja, wat haar plek is in de wereld. Nou, een film begint met een scenario. En dat is al heel lang geleden geschreven door mij. En dat begint met witte velletjes papier. Nadenken over wat je eigenlijk wil vertellen. En goed nadenken over waar je thema's liggen, wat je inspiratiebronnen zijn. In dit geval zijn het eigenlijk twee dingen. Ik wilde heel graag iets over het landschap van mijn jeugd maken, over Zeeland. Ik wilde eigenlijk misschien drie dingen. Ik wilde ook wel heel graag iets maken over het onzekere gevoel wat je kan hebben als je een jaar of 12, 13, 14, 15 bent. Waar ik me ook nog wel dingen van herinner. En ik wilde ook wel iets maken over... soms krijg ik een soort angst dat Nederland een themapark wordt waar alles georganiseerd is. En ik heb soms behoefte aan, hoe geordend ik ook ben, juist aan een soort rommeligheid. Dat de dingen ook nog gewoon er zijn, door elkaar lopen, een soort vrije ruimte. En de regelgeving en ordening, die aan de ene kant misschien wel nodig is, omdat je anders hier niet kan overleven, die kan ik soms ook heel beangstigend vinden. Dus daar gaat die film ook een beetje. Daar ergens in de buurt liggen mijn thema's en inspiratiebronnen. Geef mij je. Je weet dat dit soort sleutels niet meer gebruikt mag worden. Is daar een man? Soms kan hij ineens voor je staan. Zou je deze brief voor mij kunnen bezorgen? En als die je aanraakt, ben je dood? Xenia is een beetje een meisje die niet heel erg met de grote massa meegaat. En ze heeft ook niet echt een grote groep vriendinnen. Gewoon één meisje waar ze een beetje mee omgaat. En andere mensen die moeten verplicht gelukkig zijn en die voldoen aan alle eisen van de staat. En zij heeft geen zin om zich te vormen naar wat andere mensen graag willen dat ze is. Dus ze gaat ook nadenken over wat er nog buiten al die regels die daar haar zijn opgelegd is. En probeert er ook achter te komen door andere werelden of het eiland dus te gaan bezoeken. En ik vind de scène met de directeur, dat is eigenlijk de enige scène dat ik een klein beetje boos word. Die vond ik heel leuk om te spelen. Omdat je dan heel erg een soort van spanning voelt tussen die twee mensen. En de feestscène, omdat dat was gewoon heel gezellig met alle figuranten en zo. En ook hele mooie locaties, 6:00 PM. Dus dat was wel heel leuk. Ik kan de film niet echt objectief bekijken, omdat ik zelf altijd in beeld ben en ziet het altijd is er wel iets mis met mezelf en zo vind ik dan. Dus ik kan het niet objectief bekijken, maar ik heb van heel veel mensen gehoord dat ze het echt een hele mooie film vinden. En ook dat het niet de film is die je dan even bekijkt en dan, leuk film en dan ga je weer door, Maar dat je hem ook echt inderdaad meerdere keren kunt bekijken en dat het niet zo'n, ook al is het niet zo'n commerciële film of heel groots of zo, ik denk wel dat het echt een mooie film is waar je dan ook later over na kan denken. En dat is meestal wel mooi, dat je met een soort van bepaald gevoel de bioscoop uitloopt in plaats van gewoon, nu heb ik een film gezien.